Ben je al ontmaagd? Heel veel van jullie denken altijd dat ik een vriendje heb of dat ik met iemand heb in het geheim. Hoeveel geld staat er op je bankrekening? Maar volgens mij weeg ik... Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een super leuke video. Ik ga namelijk jullie juicy vragen beantwoorden. Vind je de video nou leuk? Doe dan zeker met even een duimpje omhoog. Vergeet je hieronder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En let's get started! Ik ga dus vandaag jullie juicy vragen beantwoorden. En voor de mensen die niet weten wat dat betekent. Juicy vragen bedoel ik eigenlijk mee. Dit zijn een beetje gekke vragen die je eigenlijk normaal gesproken niet snel aan iemand zou stellen. Maar ik vroeg jullie deze keer om mij deze vragen wel te stellen. Ik heb de 10 meest gevraagde vragen uitgekozen. En die ga ik in deze video beantwoorden. Ik wil iedereen bedanken die via Instagram de vraag heeft ingestuurd. Volg je mij nog niet op Instagram? Mijn Instagram is bopopman. Dus ga dat even volgen. En dan kan je de volgende keer ook meestellen met de vragen. Of ergens anders aan mee bepalen. Maar goed, ik heb alweer veel te lang gepraat. We gaan gewoon snel beginnen met de allereerste vraag. Vraag 1. Heb je een celebrity crush? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt een crush heb. Of in ieder geval iemand waar ik echt van denk van oh my god. Maar er zijn wel gewoon bepaalde mensen die ik erg mooi vind. Bijvoorbeeld Cole Sprouse, die onder andere in Riverdale speelt. Ik vind Noah Kahn volgens mij. Ik weet niet of je het zo zegt. Heel erg dat ik dit niet weet. Maar ik vind hem ook heel erg knap. En Cameron Dallas vind ik ook heel erg mooi. Dus een beetje dat soort jongens. Maar het zijn niet echt crushes waar ik echt op crush. Maar ik vind het gewoon mooi. Mensen die ik vaak tegenkom in films of series. En denk van, good looking. Vraag nummer 2. Ben je al ongesteld? Ja, ik ben al ongesteld. En ik ben nu 16 jaar. Dus het is op zich wel normaal dat je dat dan wordt. Maar er zijn ook mensen die het veel eerder worden of veel later pas worden. Dus mocht je nu 16 zijn en dat nog niet geweest zijn, don't worries, komt allemaal goed. Mocht je jonger zijn en ook ongesteld zijn, ook no worries, want het is gewoon per persoon verschillend, laat ik dat even zeggen. Vraag nummer 3, hoeveel exen heb je? Kijk, je hebt natuurlijk de basisschool en daar heb je wel eens verkering met mensen gehad. Of hoe je dat toen ook maar noemen, want dat was echt het meest gekke en gewoon niet stabiele ooit, maar goed, dat maakt niet uit. We zaten niet voor niks op de basisschool. Iedereen van ons heeft dat gedaan. En op de middelbare school eigenlijk maar één iemand. En dat was gewoon in de brugklas volgens mij. Ja, het was in de brugklas. En dat was eigenlijk ook, dus eigenlijk maar eentje. Vraag nummer 4. Heb je nepnagels? Dit is een vraag die ik serieus echt zo vaak krijg. Maar nee, ik heb geen nepnagels. Ik heb gelnagels. En dat ziet er zo uit. Het is nu al een beetje eraf, want het zit er echt al 3 weken op. Maar gelnagels, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je gewoon nagellak hebt. Maar het is een heel erg dik laagje, wat gewoon op je nagels wordt aangebracht. Net als gewone nagellak. Gaat het onder een lamp en dan blijft het dus heel erg lang zitten en gaat het er niet af. Maar ik heb het er nu al een beetje lang op zitten, dus het is niet meer zo mooi. Het is ook een beetje uitgegroeid. Maar daardoor zijn je nagels dus dikker en groeien ze ook sneller. Tenminste, dat is zo bij mij. Dus ik heb gelnagels, ik heb geen nepnagels, het zijn gewoon mijn eigen nagels. Vraag nummer 5. Hoeveel weeg je en hoe lang ben je? Ik moet serieus zeggen dat ik niet echt weet hoeveel ik weeg. Want ik weeg mezelf echt nooit. Omdat ik dat niet echt nodig vind of zo. Weet je, als ik zie dat ik te veel eet of te weinig eet, dan zie ik dat wel. En ik vind niet dat daar per se een weegschaal voor nodig is. Want dat zijn gewoon random cijfers. Dus dat zegt mij nooit zoveel. Maar volgens mij weeg ik iets rond de 60 kilo of zo. Zoiets denk ik. Tenminste, de laatste keer dat ik hem woog ik 58 of zo, dus ik denk dat ik ergens rond de 60 ben, geen idee. En hoe lang ik ben is 1,67 meter. De volgende vraag. Hoeveel geld staat er op je bankrekening? Hoeveel geld ik op mijn bankrekening heb staan, weet ik serieus niet. En de reden daarvan is dat ik eerder altijd de Rabobank app op mijn telefoon had. Maar die heb ik toen verwijderd omdat ik dacht dat ik een verkeerde link via de mail had geopend en dacht dat er dus een virus op mijn telefoon zat. En toen raakte ik in paniek en heb ik die app verwijderd omdat ik dacht, oké, dadelijk wordt dit gehackt of zo, weet ik veel. Kan natuurlijk helemaal niet, maar ik dacht dat ineens. Dus ik heb die app verwijderd en toen heb ik hem later weer gedownload en ik dacht, oh, ik vul weer die gegevens in en dan kan ik weer op de app. Maar ik moet eerst met zo'n Rabo-scanner helemaal scannen en zo. En daar ben ik nog niet aan toegekomen, dus ik heb de app nog niet 100% gereed kunnen stellen dat ik echt kan zien hoeveel geld erop staat. Dus het antwoord op deze vraag is, ik heb geen idee. Vraag nummer 7. Hoe gaat het nu met je oog? Ik heb deze vraag serieus zo vaak binnengekregen. En ik wil jullie nogmaals bedanken voor alle lieve reacties en alle zorgen, alle tips.
En ik vond het heel erg lief en leuk om te lezen, maar helaas kon ik niet overal op reageren, dus sorry daarvoor. Het gaat inmiddels al een stuk beter met mijn oog. Ik heb 28 december de operatie gehad en het is vandaag 15 januari dat ik deze video opneem. Dus het is al meer dan 2 weken geleden, maar je ziet alsnog wel echt zo'n sneetje. Alleen je kan het nu denk ik niet zien omdat ik make-up op heb. Maar het was best wel, het is gewoon een best wel diep sneetje, dus ik denk ook dat het een litteken wordt. Maar ik heb heel veel jullie adviezen opgevolgd, dus ik heb vaseline gebruikt, littekencreme en allemaal dat soort dingen. Dus hopen dat het weggaat. Maar goed, ik weet het niet. Het is in ieder geval een stuk beter. En ik wil jullie heel erg bedanken nogmaals voor de reacties en alle lieve vragen. Vraag nummer 8. Vind je het soms niet vervelend om herkend te worden? Deze vraag heb ik echt heel vaak binnengekregen. En niet per se deze vraag, maar ook van... Heb je wel eens een fan genegeerd? Vind je fans soms niet irritant? Dat soort dingen. En ik had echt niet verwacht dat zoveel mensen dit zouden vragen. Maar mijn hele antwoord erop is... Nee, ik vind het juist super leuk om herkend te worden of om fans tegen te komen. In de stad, in de bioscoop, in een restaurant, waar dan ook. Ik vind het super leuk om fans te ontmoeten, een foto te maken, een gezellig praatje te maken. En ik vind dat juist heel erg leuk en herkend worden ook. En het maakt niet uit waar, ik vind het altijd leuk. Dus nee, ik vind het niet vervelend. Ik vind het juist heel erg leuk. En mocht je me ooit ergens zien, kom gewoon gezellig, wees niet bang. Ga een foto maken en even gezellig praten. Komt helemaal goed. Vraag nummer 9. Ben je al ontmaagd? Ik volg jullie dus via mijn story om juicy vragen te stellen. Dus een beetje gekke vragen die je normaal niet zou stellen. En ik ging een uurtje later kijken naar wat voor vragen jullie hadden ingezonden. En het was serieus geen grap. Maar echt tussen, als ik stel 10 vragen had, dan waren 5 vragen daarvan, ben je al ontmaagd? Of iets in die richting daarvan. En ik heb daar serieus zoveel vragen over binnengekregen. En dat maakt niet uit van wie. Van jongens, van meiden, oude mensen, jongere mensen. Echt van, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Oh my god. Oké, maar de vraag was dus, ben je al ontmaagd? En ik ben serieus nog steeds zo confused dat zoveel mensen dit vroegen. Maar goed, ik ken heel veel mensen die er gewoon zo op YouTube uitspraak over doen. Maar ik doe dat helaas niet. Dus sorry dat ik jullie vraag niet heb kunnen beantwoorden. Maar ik hoop dat jullie het begrijpen. En dan hebben we de allerlaatste vraag. En ik heb hier al heel veel DM's over gekregen. Ik krijg deze vraag heel vaak in mijn live. En ik kreeg hem nu ook weer een aantal keer binnen. Namelijk, heb je een vriendje? En het antwoord hierop is, nee, ik heb geen vriendje. Heel veel van jullie denken altijd dat ik een vriendje heb. Of dat ik met iemand heb in het geheim. Maar nee, ik heb met niemand jongens. Ik ben gewoon lekker single. Ik heb geen vriendje. Dus is dat ook weer aan de wereld geholpen? En hebben jullie antwoord op de vraag? Dan was dit weer de video. En vond je me leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je dan ook niet te abonneren. En als je nou vaker een juicy Q&A wil zien, laat me dan even weten in de reacties. En als je een ander videoverzoekje hebt, laat het me ook even weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!